Helemaal en welkom bij Vlogmas dag 10. Ik heb gisteren een dagje vrijgenomen van het vloggen. Er was echt gewoon helemaal niks gebeurd, maar echt gewoon niks. Ik heb s'avonds mijn twee video's bewerkt, eigenlijk vrij laat, en dan ben ik echt gewoon dood neergevallen. Het is ondertussen al 1 uur en ik zit nog gewoon lekker in mijn pyjama. Vanmorgen weer een aantal video's bewerkt en geüpload. En nog een beetje lekker gechilled. We gaan nu eventjes naar de supermarkt. Maar, aangezien ik gisteren een dagje, zeg maar, vlogmas heb overgeslagen, kan ik 2 dagen adventkalender open doen. Want die heb ik natuurlijk ook niet opengemaakt. Omdat het zoveel is, ga ik wel er proberen snel door te gaan. Dus, let's go. Oeh, een 9 is zo'n grote. En die heb ik overgeslagen gisteren. Not good. Hier gaan we. Oeh, een oogschaduwpaletje. Color Rich Les Ombres palet. Smoky. Dat ziet er zo uit. En dan dag 9, die ik daarnet al gezien had, denk ik. Nee, dag 10 bedoel ik. Die zit hier. En een lakje. Een glitter topcoat, denk ik dat het is. Ik krijg ook deze er niet echt heel gemakkelijk uit. Mijn nagels moet ik vandaag trouwens dingen opnieuw doen. Dus ik laat hem even zo zien. Het is een topcoat, karat, met gouden glittertjes. Dus super fun. En dan deze. Waar is dag 9? 9, 9. Ik zie dag 10 al. Daar, dag 9. Dus ik denk dat ik nu gewoon weer de set voor... Ah nee, dat is niet waar. Ah nee, wacht. Dit is nu conditioner van deze. En dan hebben we dag 10. En dit is denk ik het masker. Of die hoort volgens mij hier ook bij. Nee, nectar. Ah nee, nu hebben ze het een beetje, zeg maar, geswitcht. Dus ik heb nu weer een vrij grote ook nog wel conditioner. Dag 9 heb ik al gezien. Die zit hier bovenaan. Oh. Een lippenbalsem is het. Het komt nu best goed uit, aangezien dat mijn lippen helemaal kapot zijn. En dit is eigenlijk nog best wel een goede size voor een lippenbalsem. Dus die gaat daarbij. En dan gaan we op zoek naar dag 10. Dat is een vrij grote hier onderaan. Oeh, eindelijk is een mooi groot product. Oké, dus dit is een soort basis die je kan gebruiken onder je make-up of kan gebruiken als... masker. Zo'n product heb ik eerlijk gezegd nog nooit geprobeerd, dus daar ben ik wel heel benieuwd naar. En het is echt wel een heel mooie maat van product. Je kan wel echt wel goed vergelijken met de andere producten. Dus ik heb nu 2 best wel grote producten gekregen. En dan de rest zijn een aantal testers en dan die beauty tags natuurlijk. Ik ga hier alles gewoon altijd mooi laten staan. Dus ja, vandaag heeft het mij wel weer blij gemaakt. Dag 10 maakt het dan wel weer wat goed. Ik heb uiteindelijk besloten toch niet meer naar de winkel te gaan. Ik voel me nog steeds een beetje... Dus ik denk dat het gewoon slimmer is als ik vandaag mezelf een beetje rustig hou. Dus ik heb gewoon even een beetje body spray. Ik vind dat het wel lekker na het douchen. Niet dat ik het opeet natuurlijk. En ik heb mijn haar gewassen. Ik ben benieuwd of het nu echt zo is. Ik heb het 2 keer gewassen, want ik had zoiets van... Oftewel is het roze, oftewel niet. Dus we doen geen werk tussenin. Maar ik denk dat het er misschien nog een mini beetje in zit. Maar dat het meeste er wel uit is. Dus op zich, dan weten jullie dat ook gelijk. Dat wel echt zo is. Dat het er een beetje, dat er vrij snel uitgaat. Ik heb de kleurtjes meegekregen. Als ik het nog eens wil doen, kan ik dat gewoon doen. En dan doe ik het gelijk nadat ik mijn haar gewassen heb. Dan gaat het wel een paar veel meer dagen mee. Want nu was mijn haar niet gewassen, omdat ik op de een of andere manier dacht dat ze daar zouden wassen. Maar dat was niet zo. Aangezien, ja, anders was je gewoon die kleuring er weer uit. Dus ik had mijn haar expres niet gewassen. Ik dacht eerst, ik ga nog even in bed liggen en hier een beetje tv kijken. Maar uiteindelijk, hier heb ik de grote kerstboom niet. Dus ik ga gewoon lekker, ik was even sokken aan het pakken. Dus ik ga mij gewoon beneden lekker installeren. Ik ga mijn kussen pakken hier van op bed. Dat vind ik altijd fijn, als ik me een beetje... bijvoel. Mijn gsm. Hij gaat achter de camera. Kussen. Misschien is het slim om nog zo'n pilletje te pakken. Ja. Oké. Medicatie gaat mee.
Mijn kussen gaat mee. En dan ga ik me lekker installeren. Beneden bij de kerstboom. En ik had gezien dat er op Netflix, denk ik, de Muppet Christmas Carol staat. Dus ik denk dat ik die ga kijken. Vind ik echt zo een Sunday afternoon. Ik had echt nog wel zin om eigenlijk vanavond naar de bioscoop te gaan. Naar Office Christmas Party, want die is deze week uitgekomen. Maar ja goed, ik zit er al zoveel. Dus ik heb zoiets van, we doen het volgende week wel. Dus ja. Kerstboom, zetel, plof. Ik heb vanmiddag echt een heerlijke Christmas snooze gehad. Naast kerstboom met de meest verschrikkelijke kerstfilm ever. Ik ben gewoon gelijk in slaap gedonderd. Even licht aan doen. Ik ben gewoon echt gelijk in slaap gedonderd. En Zoe is bezig aan het avondeten. En dat ruikt echt super lekker. Van Wrapped Aten. Yummy. En we zijn dood. Hallo? Felix. Cutie. Aan het wachten op uw eten, hè. Ja. Moppie toch. The food is served. Dus we hebben kip en dan is er ook salade. Met van alles en nog wat. En een yoghurtdressing. En... Wacht, hoor, even een wrapje van maken. In hoeverre dat het natuurlijk gaat met één hand. Tada! Dinner. Ik ga eindelijk mijn nagels doen. En ik gebruik... Veel mensen vragen dat ik nog steeds de Sensation Nails gebruik. Nu, dat is bij mij echt on en off. Maar ik ga... deze keer wel doen. Ik denk na deze keer dat ik het dan ga laten zeg maar weer uitgroeien, want mijn nagels zijn in vrij slechte staat. Maar ik heb nu echt gewoon geen tijd om ja, daar iets anders mee te doen. Ik wil gewoon dat ze er netjes uitzien. Ik ga de Baby Doll Pink gebruiken. En voilà, dat is dan in combinatie met die lamp. Nog steeds heel tevreden van. Alleen prul ik er te veel aan en dan ga je nagels er wel kapot van. Dus... je moet het er echt netjes afweken met een watje. De medicatie ligt hier nog. Het gaat trouwens al een stuk beter hoor. Here we go. En Netflix gaat ook op. The Good Wife, of course. Dat is ook weer gedaan. Zien er toch net iets netter uit. Ik heb er niet helemaal te rood afgekregen. Maar het ziet er toch alweer iets netter uit. En hier ben ik per ongeluk een laagje kleur vergeten. Maar oké. Okay. Let's forget it. We kijken naar deze hand. Het is ondertussen 8 uur en we zijn weer van kerstboom verhuisd, zoals ik het noem. We zijn naar boven gegaan, want ik moet morgen toch weer vroeg op, aangezien ik in de voormiddag moet gaan helpen op mijn stage. Volgende week vrijdag heb ik heel fijn een half dagje. Dat moet ik maar een half dagje gaan, omdat ik zeg maar regelmatig overuren doe en zo. Krijg ik dat dan ook weer, mag ik die uren ook weer recupereren en dan... zeg maar een aantal die uren weer vrij nemen. Heel fijn dat ze mij daar zoveel vrijheid in geven. Maar dat betekent dan wel dat ik af en toe eens in het weekend ja, iets moet gaan helpen. Het gaat nu de laatste keer zijn dat dat gaat voorkomen. Aangezien dat zeg maar na deze week de drukke periode goed naar beneden is. En dan moet ik in principe nog maar 2 weken gaan. Dat is super spannend. Ik moet tot zeg maar de vrijdag voor kerst. En dan heb ik 1 week verplicht vrij van school. En dan heb ik nog 1 week, dus de eerste week van het nieuwe jaar. En dan is het klaar. Dan ben ik, moet ik nog een presentatie doen. En dan is het klaar. Dan kan ik werk gaan zoeken. Ah, dat klinkt zo volwassen, hè. Ik besef het echt nog helemaal niet dat het eigenlijk al bijna zover is, maar... Hallo, jij bent ook mee. Maar mag niet in bed, hè. Nee, je hebt een mandje op de grond. Je hebt een mooi mandje. Maar dus er is vandaag weer niet zo heel veel gebeurd. Ik heb er echt gewoon een mega chill dagje van gemaakt. Ik wilde eigenlijk vandaag nog video's gaan filmen. Maar ik denk dat ik dat gewoon morgenmiddag ga doen als ik thuis kom van mijn stage. Want ik vond het wel echt chill om echt gewoon even een hele dag... Ah, gewoon even chill. Ik heb gewoon vanmorgen een aantal video's bewerkt. En echt gewoon verder relax. Dus dat is wel echt heerlijk om dat eens te hebben. Vanmiddag zelfs mijn kerstdutje, zoals ik het noem. Onder de kerstboom met een kerstfilm. Onder mijn kersttekentje. Lekker vers gedoucht. Een kerstdutje gedaan. Dat kan echt gewoon zo eens goed doen. Dus ik kan echt nog niet geloven dat het nog maar 2 weken is tot kerst. We zijn echt... het gaat snel. Vanaf nu, zeg maar, nu komt echt gewoon de leuke periode tot kerst. Want nu, Sint is voorbij.
we gaan er gewoon voor. Twee laatste weken tot de eindsprint. En dan gewoon alleen maar gezellig. Dus ik denk dat we misschien volgend weekend ook naar de kerstmarkt gaan. Dus dat zou ik wel heel leuk vinden. Maar dus ja.